Oké, dames en heren, het is tijd voor ronde nummer 4. En het is nou, we hebben nou unaniem besloten tussen Likker en mij dat we nou wat rustiger aan gaan doen. Dus waar gaan we landen, Likker? Zullen we 3 fles pakken? 3 fles. Mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. Vandaag is het tijd voor H1Z1 Battle Royale. En vandaag een beetje een extra speciale aflevering, want vandaag spelen we samen met Liquid natuurlijk. Zeg eens yo Liquid, alles goed jongen? Yo. Ja, yo. En vandaag hebben we ook iemand van de server staff van Minecraft, Donovan. Die is er ook bij. Hij helpt mij samen met mij eigenlijk de Teamspeak een beetje in orde te houden. Dus wil je de Teamspeak een keertje checken? Linkje kun je vinden op No Way Craft. Facebookpagina volgens mij, dus dat is facebook.com/NoWayCraft. Ga er even naartoe. Like deze video natuurlijk alvast even als je Battle Royale vet vindt. Laat even in de reacties achter wat je ervan vindt na de episode. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En dan gaan we nu beginnen. Dus wij gaan even een potje zoeken en ik zie jullie zo in. Serieus, ben je dood? Nee, dat is een bug. Oh, ik ben dood. Dat is een bug. Ik ben in ieder geval boven op de berg. Ga ik nu doodvallen? Nee, dat moet je even wachten. Nu ben ik ben boven op de berg bij de radiotoren, man. Ik ben naar beneden in het hutje, weet je wel. In het bos. Oké. Nou, iedereen, we zijn geland. We zitten in game. Dus we gaan eens kijken hoe wij ons kunnen plaatsen. We hebben natuurlijk 2 random teammates. Daar moeten we voor uit gaan kijken. Want we zitten in een 5-4-5-4-5-4-5. Daar zie je nog een teammate landen. Dat is geen teammate, daar zo. Maar we moeten dus een beetje uitkijken. Boys, waar zijn jullie op dit moment? Beneden aan de berg. Ik kom naar jou toe. Jij bent op die boven op de berg? Ja, ik heb een AR en een shotgun. Ik heb een pistool. Nice, nice, nice. Oké, ik ben gegeerd. Ik ben boven op de berg bij de radiator. Ik wacht hier wel. Laten we hier gaan verzamelen. Dat is denk ik wel een goede verzamelplek. Dit. Hier ligt nog een helm voor iemand die een helm nodig heeft. Ja, ik heb een pistool en een helm, dus ik ben helemaal. Ik ben er klaar voor. Oké, nice. Ik ben een beetje laat ingespannen. En ga ik. Ja, dat is een beetje raar, maar in ieder geval, waar ben jij nu, Donovan? Ik ren als het goed is nu naar jou toe. Ik weet niet of jij dit bent, maar... ik ben boven op de radiotoren. Ja, boven op een berg is dat. Helemaal boven op de berg. Als je naar het, even kijken hoor, naar het zuiden kijkt vanaf waar jij bent. Dan zie je een berg en daarbovenop staat een toren. Daar ben ik. Zijn eerste keer... Hij speelt wel Arma, maar hij speelt volgens mij niet zo vaak H1Z1. Of wel? Ik ken de map ook niet. Ja, ik ken de map wel. Als je op M drukt kun je de map zien en dan rechts onderin kun je zien waar je bent. Bijvoorbeeld D7 ben ik nu. En dan kun je ongeveer pinpointen door landmarks te bekijken op de map waar je dan precies zit. Hier heb je geen GPS. Liquid, waar loop jij nu? Ben je al een beetje... Oh, ik zie je of niet? Ik kom nu de berg op. Ja, ik zag je tekentje. Ik loop nu naar boven. Ja, ik zie jou. Hoi. Ik zie jou niet, by the way. Jij ziet mij wel? Oosten van je. Ja, maar zie je mij of zie je alleen mijn tekentje? Ja, want ik zie je nu pas. Oké, ik moet mijn view distance even omhoog zetten dan. Dan is dat automatisch naar beneden gegaan. Jup, mijn render distance staat omlaag. Ik moet even terug naar 3000, zodat ik weer mensen kan zien. Ik hoor het me wel, hè. Dat niet, ik in één keer mijn nek geschoten word van de berg. Ja, ja. Ja. Ik hem dan eens een keer. Oh, yo, ik had hier mijn... Yeah, ga eens naast me staan. Ga eens naast me staan. Ook even gebukt. Dream team, jongens. Dream team, dit is het dream team. We gaan winnen. Oké, we hebben de thumbnail. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oké, even kijken hoor. Waar is Donovan? Donovan, waar loop jij? Mag ik een shotgun? Jullie kunnen wel gaan lopen, want het wordt wel een tijdje, denk ik. Wat zijn je coördinaten? Ja, wat zijn je coördinaten? Waar sta je? D7? Ik zie die radiotaal echt iets van 20 miljoen kilometer voor me. Dat is. Oké, en kijk je dan naar het noorden, naar het zuiden? Noorden. Rechts boven in je kompas? Noordwest. Kijk dan naar het noorden. Noordwest. Oké, dan zit hij daar zo ergens. Ja, die teammate die loopt een beetje zombieachtig. Als je naar het noordwesten kijkt, dan zit hij in het zuidoosten. Waar zit jij dan? Zit je daar beneden? Bij Ja. Kom, Liquid. Hij zit hier zo. Waar ben je? Hier, achter je. Nee, ik ben niet kwijt. Ik ben naar beneden. Oh, daar, zo. Dat is best wel gek, want als het goed is, had ik net. Hij zit daar ergens. Als hij naar het noordoosten kijkt, dan zit je daar zo ergens. Als ja, daar liep ik ook. Dus. Ja.
Ik zag daar ook die twee teammates landen. Even kijken, waar is de safe zone al bekend? Nee, we kunnen hem wel even ophalen, toch? Ja, tijd zat. Kijk, ja, dat je geen mensen... Ik zag hier ook verder mensen nog op de berg landen, by the way. Dus kijk er vooruit. Heb je wel ammo voor dat pistool? Lukt het, of niet? Ja, 15 kogels. Wat? Oké. Heb jij al een pistool dan, of in? Ja, ik heb net een paar items opgepakt, maar ze zijn niet in mijn inventory verschenen. Oh, ik zie ze. Waar dan? Zie je ons? Zuidoost. Die teammate loopt achter me aan. Zuidoost, zie ik ze. In de tussen de bomen. Ik zie jou niet meer, Lekut. Ja, nou ben ik jou kwijt. Ik loop nu de berg op. Oh ja, ik zie ze ook. Ja, ik loop ja, hier. Ja, ben ik. Oké, ben je de voorste of de achterste? Voorste. Oké, mooi. Oké. Yo, wie weet. Wacht even, nog niet killen, ik wil nog niet hem killen. Wacht even, ik wil het wel beeld hebben natuurlijk. Het moet allemaal op camera staan voor de mensen. Wacht, die Donovan, ik heb een pistool voor je. Moet je even zorgen dat hij niet oppakt? Ja, op de grond. Waar staan jullie? Ja, hier bij de... Oh ja, wauw, jullie staan onder die ledge, waardoor ik jullie dingetjes niet kon zien, toch? Maar even niet stilstaan, want ik heb zo'n gevoel dat hij op ons gaat schieten. En ik heb hem net een pistool gegeven, dat is niet echt slim. Welke is het dan? Ja, hier voor je, deze, met die zonder... Met het groene shirt? Die, waar ik nu naar kijk. Die nu springt. Ja. Sta je stil, Donovan? Donovan. Dat is Donovan! What the heck? Oh. Wauw, jij bent echt dom, Liquid! Huh? Jij killt Donovan. Dit is hem! Dit is ook een Don! Ja, je ziet toch vet duidelijk Donovan daar staan. En dit is toch Don Kohora. Zijn naam was echt Donovan. Jij bent echt dom. Lekker, nou moeten we met z'n tweeën verder. Oh wauw. Sorry Donovan. Ja, zeg sorry. En je gaat hem nu ook gewoon... Jij gaat zo meteen... Ja, hij mag jou zo meteen slaan, oké? Ja, is goed. Oké, pak dat pistooltje op en zo. Tenminste gear. Je krijgt nu ook geen gear van mij. Dat is je straf. Ik dacht, ik zie Don staan, weet je wel, dan zei dat wel. Ja, je ziet Don staan, hè? Je draait je om en je ziet Donovan, dus laat ik maar degene doodschieten die Donovan heet. Zeg ik de hele tijd Donovan zeg. Echt slim. Nou ja, in ieder geval, Donovan is dood, dames en heren. Rest in peace in de chat voor Donovan, alstublieft. Rest in peace. En dan zullen we naar Pleasant lopen dan maar. Ja. Wauw, je hebt gewoon net Donovan gekilled, echt. Eigenlijk zou ik je nou gewoon een headshot moeten geven. Eigenlijk wel. Ik zeg dat hij spreekt, dus had hij ook wel kunnen zeggen van ja, dat ben ik. Of zei dat ook? Ik zei, dat is Donovan. En jij begint te schieten. Nee, jij zei, het is diegene die springt. Hij zegt, dat is Donovan. Bam, 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 bam. Je schiet hem dood. Ik had wel een headshot. Ja, moeilijk. Sorry, Donovan, sorry. Waarom zei jij niks trouwens? Ja, ik zei, ik spreek. Oh. Oké. Nou ja, we hebben nog één team met die Carlos Ray. Die vertrouwt ons nu waarschijnlijk niet meer, want ja, we hebben... teammates lopen te killen. Oh, wat is Age of Heroes toch soms ook een bitchy spelletje. Maar ja, oké, we gaan verder. Liquid en ik gaan er gewoon voor de win. Het wordt nu natuurlijk wel een stuk moeilijker, want we komen straks tegen teams van 5 mensen. En omdat Liquid onze teamgenoot heeft gekillt, hè, de echte teamgenoot, niet de nepper die dood moest, hè, krijgen we het nu nog moeilijker. Maar iedereen duimpje omhoog voor Fadico Liquid. Misschien leert hij dan om gewoon de goede mensen te killen, in plaats van de fouten. Duimpje omhoog voor Liquid. Hashtag liquid stinkt, inderdaad. Wat ligt hier? Liquid, je loopt zo... Wauw, je laat een AR liggen. Nou ja, oké. Waar ben je? Nee, grapje. Er ligt geen AR. Oh, shit. Ik zou niet naar beneden springen. Nee? Ook niet als je het zo voorzichtig doet, zo? Dan... Nou ja, niet zoals ik, zeg maar. Dan breek je nog wel eens je benen en zo en dan val je dood. Ja, ik zit sowieso op 84% van die andere berg afsprong. Maar Liquid, je had het echt niet door dat je de fouten zat te killen. Nee, echt niet. Ik dacht, nou, ik zie Don staan, weet je wel. Dus, die is wel. Ja. Ik ben niet zo goed aan lezen. Nee. Oké, iedereen, Liquid kan niet lezen in de chat, alstublieft. Hashtag Liquid kan niet lezen in de chat. Donovan, wat ben jij nu aan het doen? Kun je ons kun je vanuit de dodelijke rij nog iets zien beneden hier, waar wij voor moeten oppassen? Nee, niet echt. Nee, je zit nog steeds, zit je nog in de game? Oh nee, je bent geliefd, hè? Ja, jammer. Nee, ik zat nog in de game. Nee, je bent net geliefd, toch?
Nee, je zit niet meer in de game voor me. Nee, dat je staat in ieder geval niet meer. Normaal als je dood bent, sta je als een rood naampje bij je team, zeg. Oh ja. Als wij nu winnen, krijg je geen game. Nee. Je had erin moeten blijven, zodat je nog een keer kon krijgen als we wonnen. Oh. Yep. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Donovan zijn pech. Donovan zijn pech. Nou moet Liquid zijn gear aan hem geven als die. Ja. Oh, ik hoor wat. Wat? Ik hoorde wat. Ik moet even mijn geluid gaan zitten. Oké, ik ga Liquid mijn shotgun geven. Ik denk dat hij dat nu wel verdiend heeft. Hij heeft lang genoeg met zijn pistooltje rondgelopen. Oh, wacht. Waar is de safe zone? Oh, kut. We moeten naar Cranberry. We moeten nog heel ver lopen. Ja, hopelijk gaan we dit redden. Kutzooi. We moeten helemaal naar Cranberry, man. Heb jij met kids gevonden? Nee. Ah, nee, jij. Hey, bij die toren ligt veel gear, maar niet zoveel gear. Liquid. Oh shit, we moeten helemaal naar Cranberry. Ik weet niet, alles wat je nodig hebt om weer boven met je. Ja. Ja. Dat klopt wel ongeveer, ja. Ik dacht, we hebben nog tijd genoeg. Maar ja, ik vergeet steeds dat toxic gas natuurlijk ook gewoon komt. We moeten naar het oosten lopen, zo. Maar gelukkig hebben we Donovan die ons steunt vanuit de hemel. Ja, Donovan, ben je er nog? Ja. Waarschijnlijk ga ik niet weer naar de hemel, man. Nee, Liquid gaat naar de hel. Ja, zoiets. Voor het killen van Donovan. De Teamspeak admin. Als ik nog niet geband ben uit de Teamspeak. Zelfs weer van de server. Oh, what the fuck? Nou, dan schiet hij ook al op mij, hè? Wat een rare man ben jij. Wat een rare man. Ik was altijd met de beschiet om terug te komen in game. Wat is autorun nog maar? Naast backspace. Die is voor mij. Plus is. Wat? Plus is. Naast je backspace. Oh ja. Oh fuck, moet ik wel. Even een grip voor mij. East, north. Daar moeten we heen. What the fuck, jullie zijn verkeerd. We zijn naar het oosten. Killer Jay blijft naar het oosten lopen. Oké, Liquid, wat gaan we doen? Hoe gaan we, wat is ons plan van aanpak? Nou, eerst moet ik even een wapen krijgen. Ja. En dan gaan we. Ja, als we eenmaal in de safe zone zitten, geef ik jou mijn shotgun. Okay. Maar ik wil nu niet geen tijd verspillen met stilstaan. Als je snapt wat ik bedoel. Want ik wil gewoon nog niet dood. Niet? Nee. Ik bedoel, wij zijn de Dream Team en we moeten gewoon. Ja, dat is wel waar. En als we nu stilgaan, als we door het gas doodgaan, echt waar, dan moet ik me echt schamen, man. Dan kan de video niet op YouTube. We gaan dood door gas. hoe ver is het nog lopen? We zitten nou in F7. Best wel deel, man. Oh, mijn god. Ja, we zitten wel veilig nu. Dat is toch F. Op. 7. Ja, we zitten al lang veilig, man. Laten we hier even. Laten we even in de treeline. De wapens uitwisselen. User joined your channel. Yo. Niet praten, ik zit in de opname. Nou, iedereen daar is Stefan. Lees tags, Stefan. Lees tags, we zitten in een fucking opname. Klopt het niet, wacht even. Oh, oh my god, Stefan! User left your channel. We zitten in een opname! Stefan. Iedereen, hashtag Stefan faalt. Ja, hashtag Stefan kan niet lezen. Hashtag Stefan ziet de Teamspeak techniek. Dat zit in de familie, je kan nou niet lezen, weet je wel. Dat is een shotgun, en... Je bent aan het moonwalken voor mij. Ja, maar ja, drop everything. Heb je me nou echt gewoon één kogel gegeven voor de shotgun? Rustig. Ja, ik dacht dat het mijn straf of zoiets, dat ik mijn eentje één... Dat is alles wat ik heb. Je ziet straks wel als je naam. Ja, je straf die zie je straks naast je naam. Wat? Banned from the server. maar Stefan zit nu ook in de Teamspeak. Nou ja, als je er toch bent, Stefan, mag je ook wel een beetje meepraten, vind ik. Dus, of is die gemute? Nee, die is aan de channel gegaan. Oh, Don, move hem eens terug naar de channel. Zou je dat voor mij willen doen, Don? Hoi, Stefan. Je mag wel meepraten, hoor, met de opname. Dat is geen probleem. En nu is hij stil. Ja, jij mag er wel bij, oké? Okay? Stefan? Stefan, zeg eens wat tegen je lieve kijkers. Jongens, ik zit even beter. Wat? Ik heb opnemen waren. Hallo?
Ja, dat maakt niet uit. Het maakt niet uit dat je niet weet dat we aan het opnemen zijn. Maar ik bedoel, je mag best wel meepraten door de opname heen, hoor. Ik bedoel, het is toch een soort van massive commentary met 3 man. Waarom niet met 4 man? Ik bedoel... Nou, ondertussen met 2. Ja, maar ik bedoel... Ik liefde gelijk op met dat ik die tekst zag staan. Maar iemand had mijn permissies aangepast. Dus ik kon de server in eerste instantie niet eens in. Ja, we hebben alle ranks veranderd en zo. Ja, maar zaten jullie in opname of niet? Nee, zitten nog steeds in een opname. Oh, en dan gooi je mij er nu in één keer in. Hallo allemaal. Ja, ik bedoel, je mag gewoon meepraten tijdens de opname. Ik bedoel, het is maar Age van Zeeman, dus dat is juist gezellig. Nee, dan zijn jullie gewoon bezig. Nee, ik had het door en toen dacht ik, ga gelijk. Maar, jongens, mijn excuses. Sorry, kijkertjes, lieve kijkers. Hoe was 4 trouwens? Ah ja, ik ga even mijn ranks aanpassen. Oké, doei. Ik wens succes met de opname. Dat was Stefan, dames en heren. Doei, doei. User doei, doei. Your channel. Dus, dat was je oom. Oké, waar gaan we nu heen? Ik volg jou. Dat is dom. Hoezo? Nou ja, ik heb Jordi ook al 4 keer vermoord gisteren. Ja, en je hebt vandaag gewoon Donovan vermoord. Dames en heren, wat vinden jullie daar nog van? Stefan, Liquid die Donovan vermoord, dat kan toch echt niet? We zijn in ieder geval bijna in Cranberry. Dus, ja, heb je de gas gezien ondertussen of niet? Wat? De gas. Bommenwerper. Ah ja, die missen. Oh, zijn er 2. Zo. Holy shit. Oeh, care package. Kaboom. Ja, ik denk dat daar dan een care package moet liggen, ja. Want anders wordt het niet gebombardeerd. Nog één. Wat? Bommenwerper. Daar ligt hij. Ik zie de care package, links. Ja, ik ook. Ik moet even mijn telefoon op. We gaan erheen. Geef jij mijn cover of ik geef jou mijn cover? Ik ben best te laat. Ik heb niks. Oh, nog bom. Kap eens met die vliegtuigen, joh. Hoeveel bommen willen ze gooien, man? Oh, shit. Ik vind het wel echt heel erg vet als ze die bommen gooien. Ja, klopt. Maar ik cover jou wel en dan pak jij alle shit, oké? Okay? Is goed. En ik wil ook shit. Ik wil ook kogels en zo. Ja, is goed. Jij mag de sniper. Nee, ik wil de sniper niet. Ik wil de kiddies. En ik wil wat kogels voor mijn AR. Die liggen er ook altijd. Ik lig hier achter je in de bosjes. Is hij al leeg gehaald of zit er nog shit in? Kijk. Okay. Loopt er een teammate van ons? Waar? Ah, hij is al geloot. Ik wil een shotgun in. Oké. Okay. Nou ja, pak shotgun kogels dan. Ja, oké. Okay. En nu heel gauw weg hier voordat ze weer bommen gaan gooien. Ja, dat is een goed plan. Teammate gaat zich bij ons aansluiten, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar als dat is Carlos. Ja, ik loop achter je, dus als hij jou begint schieten, dan moet je het zeggen. Wacht, ik ben heel veel 2 seconden gemute. Oké, dus Liquid is nu 2 seconden gemute, ik weet niet waarom. Er zal wel iets spannends aan de hand zijn of zo. Wij gaan gewoon door natuurlijk. We moeten winnen. Er is nog niet heel veel actie in deze aflevering geweest. Maar ik hoop dat dat vanaf nu wel gaat gebeuren. We zijn in Cranberry aangekomen, dames en heren. En hier in Cranberry, ik moet ook even goed om me heen kijken dat die teammate, die Carlos, niet gaat fokken. Want die zit daar ergens bij de brug. Het enigste wat spannend is gebeurd, is dat hij me heeft Ja, dat jij werd gekild door Liquid. Thumbnail. Even kijken, Cranberry is nog gewoon dikke safe zone, dus we kunnen nog gewoon doorgaan. Laten we dit even looten, want die ligt nog wel shit, denk ik. Ik heb een pistool. Er ligt hier echt alleen maar pistolen. Medkit, eindelijk. Ik weet niet hoeveel mensen hier hebben gewoond, maar die zijn best wel raar. Als er gewoon 6-7 pistolen in zijn huiskamer liggen. Ja, maar weet je, dat is gewoon hoe dat ging hier. Dit is Pleasant Valley. En het was op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment was het hier niet Pleasant meer. Weet je, en toen heeft iedereen pistolen gekocht en zo. En ja, toen kreeg je dit gebouw. Loopt iemand buiten? Ik? Nee, dat ben jij niet. Oh, oké. Okay. Ja, ik zie waar hij heen gaat. Als hij weer piekt, dan kan ik hem schieten. Hey, ik heb hem 3 keer geraakt, dus... Ja, maakt niet uit. Ik hoop dat hij links piekt. Ja, hij piekt rechts. Hij is naar binnen. Hij is in het gebouw gegaan. Aan de rechterkant van het gebouw is een deur. Daar is hij ingegaan, man. Ga even die pinkje open. Kijk, kan je naar het dak op dat gebouw? Ja, volgens mij wel.
Of van dat gebouw van hem? Ja. Nee, dat kan. Nou ja, dan hoeven we ons nergens druk over te maken. Laten we maar lekker doodbloeden. Even kijken hoor. We moeten eerst even looten, want we hebben wel even medkits nodig veel. Ik hoor een deur. Was jij dat? Ja, dat was ik. Okay. Er was voor mij een captain in ons hoofd erop. Ja, zo hoort het wel. De gas die komt heel dichtbij in één keer. Mop. Ja, maar Cranberry zit nog wel in de safe zone. Maar we moeten zo meteen richting het zuiden gaan lopen. Moet je richting het noorden kijken? Ja, ik weet. Maar we moeten zo meteen ook naar het zuiden lopen, man. Als de nieuwe safe zone bekend wordt gemaakt. Maar misschien eindigt het wel in Cranberry, wat wel leuk is, want dan krijgen we een beetje close quarter combat hier zo, weet je wel. Ja, zeker leuk met het pistool. Care package wordt gedropt richting het zuiden, man. Auto? Ongeveer net buiten Cranberry. Kijk, als je hier komt, kijk, dan kun je de care package zien. Auto rijdt weg. Care package is daar zo. Zie je hem? Ja, zo. We gaan gewoon niet redden. Ja, het is ook een kut uitloper. Oh, er ligt hier gewoon een AR. Oh mijn god. Pak hem op dan. Geef mij ook één doosje met kogels. Thank you. Ik heb jou mijn shotgun gegeven in de tijd dat je het nodig had. Nou wil ik extra ammo. Zo is dat. Even kijken hoor. Daar hangt er een parachute, zie je dat ook? Ja, dat is de care package, man. Nee, daar zeg maar. Boven het water. Huh? Oh ja, what the fuck? Fucking raar. Dat is waarschijnlijk iemand die geglitcht is ofzo. Zullen we richting het care package gaan? Of richting het gebouw hiervoor? Want het gebouw hiervoor zit die ene guy. Ja, is goed. We kunnen ook nog wel meer looten, wat jij doet. Ja, dan kunnen we hem looten. Ja, ik weet niet of hij voor mij is hij niet dood in ieder geval. Nee, weet ik, maar we kunnen hem dood maken, toch? Dat is waar. Voor mij was hij best wel gekeerd. Ja, hij zit in het gebouw hier recht voor ons. User joined your channel. Ik heb niet eens nog eens een backpack. Even je schoenen uitdoen zodat je niet gehoord wordt. Hey, wake up. Niks. What the fuck? Waarom zitten mensen mij te fucking Weet je? Kun je dat uitzetten? Wat? Hij is kleur uit. Oh. Wat de fuck is dat voor jou? Nou, mensen zitten mij te poken. Oh, wat dan? Heb je nog een AR-kogel nodig? Niet per se, hier zit niemand meer. Ik heb hier de 36 kogels voor. Kijk hoor, waar moeten we heen? Oh, Cranberry is nog steeds. Cranberry is nog steeds safe zone. Dus zullen we weer een gebouwtje opzoeken? Waar ben je eigenlijk, Liquid? Liquid? Ik denk dat Liquid geen talk power meer heeft. Kun je dat eens checken? Don? Hallo? Heb je weer talk power? Ja, oké, chill. Hier ligt nog een AR, ja. What the fuck? Dat voelde ik. Waar gaan we heen? Want het is nog steeds safe zone in Cranberry, dus. Ik ben een beetje in paniek. Ik heb eindelijk een backpack en ik heb een medkit. Dus ik ben helemaal klaar. Nice, ik heb ook een medkit en een backpack. Dus dat is helemaal top. Dat is één ding wat wel vervelend is aan deze teamspeak, is dat als ik de YouTube tag aan heb staan, dat mensen niet snappen dat ik aan het opnemen ben. En dan gaan ze hier fucking poken, zo van, wat de fuck is je probleem, weet je? Maar dat kan je ook uitzetten. Ja, klopt. Maar dat staat nog niet uit en ik kan dat niet tijdens een opname gaan doen. Dat is waar. Waar gaan we heen? Dat is een les voor de volgende keer. Maar in ieder geval, we hebben een teamspeak, dus als ik mijn tag aan heb staan, van dat ik aan het opnemen ben, dan moet je me niet gaan poken en gaan messagen zoals mensen nu aan het doen zijn. Mij ook. Dat is gewoon irritant. Dat is dom. Oh. Wat is er? Ik vind het kerst niet zo fijn. User left your channel. Oké, waar gaan we nu heen, Liquid? Ik ben er niet. Ja, shotgun is wel handig voor de close quarters. Wacht even. Ik moet hem even in mijn ding zetten. Zullen we dit gewoon nog even looten en dan gewoon richting de safe zone? Waar is de safe zone nu dan? We zitten nu toch nog in de safe zone? Ja, maar het gaat zeg maar steeds. Nee, nu niet meer. Oh, kijk wat ik heb gevonden. Wil je nog AR-kogels? Nee. Ik heb mes. Oké. Okay. Ik heb wel een mes. Ik heb er nu 150. Oh, ja dan Ja, ik heb ze al opgepakt omdat je nee zei. Sorry hoor. Ja. Oh, wil je nog AR-kogels? Ik heb weer een AR gevonden. Je vindt nog weinig AK's trouwens. Ja, die liggen meer in Pleasant, man.
het alweer aan. Oh, wil je nog meer AR-kogels? Nee. Hier ligt nog een AR. Holy shit, dit is echt een AR heaven, man. Wat? Op een AR. Hoeveel medkits heb je? Ik heb 1 medkit. Oh, oh fuck. God. Dat was jij niet in van? Nee. Ja, ik heb medkit op. Niemand iemand je heeft gezien staan, man. Ja, dat heb ik ook een beetje het gevoel, ja. Laten we naar boven gaan. De koers lopen. Ja, ik ga naar de bovenste verdieping en dan ga ik daar campen. Pak shotgun trouwens. We moeten hier wel weg zometeen. Even kijken hoor. Ja, kut. Cranberry is ook geen safe zone meer. Laten we maar gewoon fight opzoeken dan. Ja? Ja. Fuck it. Gewoon. Oh, ze zijn hier. Ze zijn hier bij de trap. Waar ben jij? Hij is bij de trap, hij is bij de trap. Pak je molotovs. Heb ik niet. Wat terug, stukje. Oh, die zijn er steken. Ren jezelf uit, jongen. Volgens mij kunnen we door het raam heen springen. Oh, ze komen! Ik heb er eentje in de fik gestoken, dat is Nice. Shotgun is sowieso handig nu, hè? Ja, goed. Oh my god. Cool. Oh kut, ik ben down! Pak hem! Hij zit bij de trap. Ah! Oh fuck, we zijn 8e geworden, man. Oh, deze is echt kut. Nog één potje met z'n tweeën doen dan. Jongens, daar zijn we weer. Net een beetje ongelukkig doodgegaan in dat gebouw. Maar nou gaan we nog even een keertje met z'n tweeën proberen. Ik ben nu met Fariko Liquid, de enige echte, die zo net Donovan heeft gekilled. En we gaan nog een keertje proberen om een goede score in te zetten. Dus we joinen nou het potje. Liquid, ben je er klaar voor? Zeker. En laat nog even een likeje achter, speciaal voor Donovan. Rest in peace, Donovan. Oké, dames en heren, daar gaan we weer. Potje 3 en Liquid, waar gaan we landen? Wat is de bedoeling? Let's go. Onder ons huisjes. Oh, winkelcentrum? Liquid? Ja, is goed. Gaan we dat redden? Oh, we hebben daar zo'n kamp bij die Bennett daar rechts. Ja, maar het winkelcentrum zit altijd vol met guns. Ook met mensen. Ja, dat klopt, maar dat is leuk. Dan kunnen we tenminste mensen killen. Er landt één iemand bij jou? Ja. Yep. Die landt vlak achter jou. Ik heb het door. Hij gaat naar die caravan en zo. Ah, oké. Ik ben in ieder geval boven op het winkelcentrum. Ik moet wel naar beneden springen. Ah, niet doodgaan. Er landt eentje bij die caravans. Ja, er is iemand achter mij geland. Fuck. Ik ben bij je. Denk ik. Ik moet eerder een gun hebben dan hem. Dit loopt dood. Nee. Kut. Ik zie hem. Ik ga erachteraan. Ik heb een gun. Ik ga ook dood. Fuck. Lekker. Blijf even, ik ben er bijna. Nee, ik ben dood! Nee! Kut! Potje nummer 4. Oké, dames en heren, het is tijd voor ronde nummer 4. En het is nou, we hebben nou unaniem besloten tussen Likker en mij. Dat we nou wat rustiger aan gaan doen. Dus, waar gaan we landen, Likker? Zullen we die 3 flats pakken? Onder ons? 3 flats onder ons. Die 3 helemaal die voorste flats? Ja. Oké, ja, is goed. Ik land ernaast. Ik ben echt. Oké, ik ben geland. Het is wel zo dat als je zo landt zoals wij nu landen, dat het je fucking veel leven kost. Ik zit in de rechter flat, by the way. Er landde daar nog iemand, ik heb een AR. Ik heb ook een AR. Moeten we eerst even bij elkaar komen of gaan we gewoon. Ik heb nog een AR. Oh. En ik heb geen backpack, kutzooi. Dit is een goede ronde, dit. Jij ook met je moet je back. Ik verschil mijn t-shirt en nu heb ik geen backpack. Nou kan ik mijn AR niet alle kogels oppakken. Moet je het nu even laten, zeg maar, dan kan je weer 30 extra meenemen. Wat? Als je je wapen laat, dan kan je 30 kogels extra meenemen. Ja, weet ik, die heb ik al in mijn broekzak. Maar ik heb nog een AR gevonden, een extra. Maar nu heb ik geen backpack, dus nu kan ik niks daarvan pakken, weet je wel. En dat is jouw schuld, met jouw idee. Ja, 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 ja.
Eerst kill je fucking Donovan. En nou geef hem weer een idee wat ons niet helpt. Hashtag rip Donovan in de comments. Hashtag rip Donovan in de comments, inderdaad. Holy shit. Nou, dit is wel meer een praataflevering dan dat we echt mensen hebben gekild, volgens mij. Ja. Holy shit. Ik heb 2 of 3 man gekild. En daarvan waren er 2 teammates. Ja, en ik heb de Matrix uitgevonden, hoe de Matrix werkt. Ja, ik vind het best wel een productieve aflevering. Ja, dat is waar. Oké, ik heb een shotgun met 6 kogels. En ik kan verder niks, omdat ik geen backpack heb. Heb jij al een backpack? Ik hoor rekening. Ja, iemand zit te praten. Ja, ik denk dat dat die zijn. Ik heb een backpack, yes. Back upstairs. Get there, get everything. Hij heeft mijn deur. Hij zit in mijn flat, denk ik. Ja? Ja, want hij heeft mijn deur dicht gedaan. Waar is die? Even kijken hoor. Houd jij? Nee. Shotgun lag hier ergens. Waar ben je? Oh my god, ben ik nou echt zo dom dat ik niet meer weet waar ik die shotgun net heb gevonden? Oh, ik zie iemand. Oh fuck, ik ben dood. Wat? Nou, waarschijnlijk. Hij is achter me. Er zit ook iemand in mijn flat. Je beter kill je hem, hè? Hij is dood. Oké. Okay. Alleen er is er nog eentje. Hahaha. Ik hoorde hem praten. Maar loopt er nog man. Ja, ik loop ook in de flat. Ik hoorde jouw gevecht ook, dus misschien kun je mij ook gewoon horen. Het is wel 2v2, hè, dus hij heeft ook een buddy. Daarom. Ga je naar het dak? Ik ben op het dak. Ik ben in hetzelfde put zitten. Ja. Yep. Oh. Ik wou net schieten, kill. Oké, even kijken, waar is zijn buddy? Ik denk dat hij in een flat hiernaast zit of zo dan. Ik had best wel snel dood. Je kan beter je broek houden en je shirt scratchen, man. Wat vind je van mijn broek trouwens? Shirts kun je vinden. Ja, je hebt onderbroek. Shirts kun je vinden, broeken niet, man. Oké, maar Liquid heeft dus de eerste kill. Yes. Gefeliciteerd. Yes. Ja, we zullen zien. Ik ben er best wel trots op. Ik zoek nog de shotgun kogels die ik net ergens heb laten liggen. Omdat ik geen backpack had. Ik heb... Ja, hier lag nog ergens een shotgun, maar die heb ik net, zeg maar, laten liggen, omdat ik ze niet kon oppakken. Oh my god. Liquid's idee. Oké. Heb je nog AR-kogels nodig, trouwens? Ik heb er 140. Ik heb er 90. Jij mag me wel 30 geven. Dat is chill. Dan hebben we evenveel. Er liggen op de trap 25 voor je. Oh. Welke trap? Hebben we ongeveer. Ja, boven of beneden? Trap. Beneden. Daar heb ik niks aan, jongen. Dan loop ik naar boven. Hier ligt alleen een body bag. Ja, dat heb ik even naast. Hier. Waar? Oh. Daar zo. Nice. Oké, waar gaan we heen? Laten we eens kijken op de map. De safe zone. Nee, safe zone. Oh, safe zone is net bekend geworden. We zitten in de safe zone. Laten we hier gewoon lekker blijven. Mooi. Gaan we naar de kerk of zo? Nee, daar heeft heel veel voor je altijd. Hm? Dat soort huisjes. Daar zijn we die, het is kantoor van de... Oké. Okay. Waar we dus net levend verbrand zijn? Ja, die ja. Ah, oké. Okay. Ik heb nog met kids. Loop iemand in. Eerste verdieping. Ja? Nee. Oh, kwad. Hij loopt op de eerste verdieping. Zeker weten, 100%. Oké, line up at the wall. Like a real soldier. Ready? Move. Ik ben heel erg wounded. Ik moet healen. Ik heb hem een paar keer geraakt, dus. Ja, ik ben nu aan het healen. Je moet recoveren. Hij is dood. Nice. Ik ga hem nu looten. Hopelijk heeft hij medkits. Medkits, please, heb medkits. Ik hoor even een stukje naar binnen. Hij heeft geen medkits, verdorie. Hier, kijk deze grote. Hier. Deze ook niet, bro.
Ja, ik ben gewoon aan het doodbloeden langzamerhand. Hè? Dus heb je bandage nodig? Ik heb dat ding is Craft Max. Ik heb bandages voor je. Craft Max. Maar ga even niet voor de deur staan. Ja, is goed. Ik ben nu... Oh, fuck. Ik ben nog steeds aan het bleeden, man. En het ergste is nog dat jij die damage bij mij hebt veroorzaakt en niet eens de tegenstander. Wat? Je ging denk ik voor me staan. Ja, ik rende gewoon naar binnen. Je moet nooit door elkaars vuurlijn lopen, dus jij bent de achterste, dus jij bent verantwoordelijk. Oh ja, tuurlijk joh. Ja, ik weet niet, je bent toch naar Veva geweest of niet? Dan weet je dat toch? Jij gaat een beetje voor mijn poten lopen. Jij liep achteraan, dus dan ben jij verantwoordelijk voor de vuurlijn, man. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Kom op, ik heb toch geen ogen in mijn achterhoofd? Oké, in ieder geval, ik heb weer een helmpje. Ik heb wat meer bandages nu. Ik heb die backpacks van hun gecrushed. Oh, daar ligt hier nog iemand. Echt? Ja. Een dooie bedoel je? Ja, een dooie. Oké. Anders had hij wel anders geklinkt, hoor. Oh, daar ligt hier nog iemand. ja, even een beetje alles inspecteerd. Dit is denk ik al grotendeels geloot, maar... Ja. Oh, vuurgevecht links. Contact links. Ik zie niemand. Ik zit in de bovenste verdieping. Ja, ik ook. Als je schiet trouwens door een raam, altijd eerst het raam kapot slaan. Hoezo? Je kogels gaan niet meteen door het raam. Je moet eerst twee keer schieten, voordat je door het raam bent. En dan pas kan je hem doodschieten. Contact links, contact rechts. Toch? Zo moest je dat toch leren? Ja. Yep. Contact front, contact back. Front ook inderdaad, ja. Ja, 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 ik weet dat allemaal, jongen. Even kijken hoor. Ligt hier nog wat om te looten? Okay, ik ben beter... best wel low, zie ik nu. Wat? Ik ben best wel low. Ik loop je allemaal medkits te geven, dat ik bijna zelf dood ben. Je hebt mij geen medkits gegeven, toch? Ja, nee, bandages. Die heb ik niet opgepakt. Maar even serieus, ik heb gewoon al 4 kills. Ja, ik heb... Nee, helemaal niet. Die eerste heb ik gekillt. Echt niet? Ja, die stond op mijn naam. Terugscrollen door de video? Ja. De eerste kill stond op mijn naam, man. Waar jij mij in mijn rug schoot. Die kogels kwamen in mijn rug, weet je nog? Van jou? Die ging dwars door jou heen. En... Nee, ik killed hem. Ik schoot zo... Oh, buiten. Dat ben ik! Oh. Jordi, Joey! Ik zag je naam niet! Wat? Ik ben 10 AP. Heel jezelf? Oh mijn god. Zeg dan ook dat je naar buiten gaat. Ik dacht dat je nog steeds binnen was, man. Ik ben bijna dood. Ja, je bent jezelf aan het healen, neem ik aan. Ja, ik heb geen bandages meer. Waar ben je? Kom. Ik ga naar boven. Ik zoek een t-shirt of zo die ik even wil checken. Ja, ik heb toch bandages die ik kan droppen. Er wordt hier ook heel veel geschoten. Waar ben je? Hier, 3 bandages. Gebruik ze. Sorry, man. Oh, shit. Oh, we zijn echt een droomteam. Oké, Cranberry is nog steeds safe zone. Zullen we even het gebouwtje hiernaast staan? We hebben 50 HP. Ben je geheeld? Ja, ik heb ook 50 HP, dus. Bandages zijn niet zo goed. We hebben even medkits nodig. Joey? Ja? Ik loop naar buiten. Ja, ik ben ook hier. Ja? Ja, ja. Gewoon zeggen wat je doet, hè. Dat is belangrijk. Ook in het echt in het leger is dat belangrijk. Ik loop naar binnen. Ik check de wc's. Clear. Dood. Mannen wc. Clear. T-shirt. Ik pak gewoon alles op, want ik kan geen medkits vinden. Safe zone is nog steeds in Cranberry, dus... We are clear. Cool, dit wordt de game. Ik hoop het, man. Ik hoop het. Ik hoop dat dit de game wordt. We hebben wel veel lol, dat is wel belangrijk. Ja. En ik heb een neef. Wat even alle t-shirts en zo oppakken die... Ja, alles oppakken. Ook nades en zo. Nades zijn ook belangrijk. Ja, dat hebben we net wel gezien. Rugzakken zijn belangrijk. Oké. Ik ga nog eventjes healen en dan... Ja, ik ook. Ik wil even back to 100, man. Back to 100%. Because it's fairly important.
I need to win this game. Otherwise I'm gonna cry. Wat vind je van mijn liedje? Hartstikke mooi. Dankjewel. Ik ben ook wel een beetje... Wat? Mijn hart verwarmde wel een beetje. Dankjewel man, dankjewel. Dankjewel. Ben ik, 1 bandage heel 10%. Behalve als je 10 meter op de schip. Ja, maar dan nog steeds heel een bandage 10%. Ik heb 16 bandages. Ja, dat zal toch wel genoeg zijn voor 10 kills of niet? Wat? Ik heb er ook 16, nou 15, want ik moet er nog eentje gebruiken om back to 100. There we go. En nou is het eigenlijk tijd om iedereen te gaan ownen, Liquid. Ja, ik ben al begonnen met ownen. Ja, weet ik. Dat waren we ook al aan het doen en zo. Maar ik bedoel, nou is het echt tijd om daarmee door te gaan ook. Ja, dat is wel. Heb ik van helm op? Check je helm even dat hij niet kapot is of zo? Ja, ik heb deze net gevonden. Ik heb deze net opgepakt. Ik vind het wel een beetje jammer dat we nog steeds geen medkits gevonden hebben. Ja, ik heb het idee dat ze in deze game gewoon niet zo heel veel zitten. Waar gaan we heen? Ik ben nog boven. Ik was nog aan het shredden. Ja, zeg het maar. Oh, ik zie iemand! Grapje. Ja. Schrok, hè? Ja! Heb ik een witteken over in mijn nek zitten? Ik neem even extra helmpje mee, by the way, in mijn rugzak. Laten we nog een. Die hiernaast gaan. Hiernaast zit nog één. Voor mij hoorde ik iemand hier lopen. Ja, ik liep hier. Oh, AR! Die hebben we nog niet. Nee, maar. Heb je al een shotgun? Ja. Ja, maar geen kogels ervoor bijna. Ik heb medkit! Ik heb fucking veel AR-kogels, dat wel. Oh, hoe lang blijft die safe zone in Cranberry, man? Even serieus, het is gewoon niet gezond. Ja, bij de vorige potje ook al. Ja, het is net of het fucking Cranberry survival is ofzo. In plaats van like, H1Z1 King of the Kill. Ik kan er best wel in komen. Ik vind het veel vetter om in een stad te vechten dan in een... Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, ik wil ook wel een keertje Pleasant, snap je? Het is de hele tijd al Cranberry. Eigenlijk alle potjes die hebben gespeeld was het Cranberry. Toch? Ik drop, ja, voor mij wel. Nee, eentje was Pleasant Valley. Toen we dood gingen op de plek, weet je wel. Oh ja. Heb je al een medkit, nee, hè? Ik heb nog geen medkit, man, maar ik ben nu heel veel petjes aan het shredden. En beanies. Dan ligt hier een medkit op het dak. Nice. Weet je wel, loopt hier... Nee, dat laat bij de stuur. Hm? Ik zeg dat ik iemand zag lopen, maar het was vuur. beetje dom. Er zijn nog steeds 35 spelers over, hè, terwijl we al 15 minuten in het potje zitten. Ik ben er best wel trots op. Hier, dat er nog 15 spelers over zijn? Ja. Dat we zo ver komen ook. Maar op zich komen we best veel. Dan gaan we op een lomp of niet dood. 3-30 en... Ja, dan gaan we dood en dan zijn we helemaal, ja, fucked up gewoon. Kom eens in. Ja, wacht even hoor. Ik ga steeds zitten, dat komt omdat het fucking van... Auto. Ja, auto. Niet op schieten. Die hebben we ook nog niet gehad trouwens, een auto. Ja, klopt. Die gas komt ondertussen wel heel dichtbij. Ja, klopt. Maar kijk, als je op de map kijkt, dat... Oh fuck, safe zone is veranderd. We moeten naar het noorden. En rennen. En, maar als je op de map kijkt, dan moeten we gewoon weg nu. Oh, het is wel de uitgang? Ja, wel. Ja. Naar rechts. Ik moet wel een beetje uit gaan kijken, want we zijn waarschijnlijk niet de enige die hier gaan. Nee, vast niet. Maar dat is juist leuk. Als we beschoten worden, draaien we om 360 hem in zijn hoofd, oké? Okay? Ja, dat ging vorige keer ook zo goed. Call of Duty Modern Warfare 2. Of niet, Joey? Maar ik vind het wel kut, want nou uiteindelijk... Is het toch weer niet Pleasant Valley, maar Misty Peak Dam. Het is allemaal weer berg en open gebied waar de safe zone gaat eindigen. En dat is wel kut. Bergen zijn echt kut. Daar win ik nooit. Of je moet een sniper hebben. Want dan ben je wel? Ja. Ik heb best wel vaak gewonnen, man. Ja, ik ook wel, maar niet in video's. Dat is altijd zo kut. In video's heb ik altijd die druk erachter zitten, weet je wel. Ja, dan gelooft niemand je, weet je wel. Ja. Maar in video's speel ik slechter dan dat ik gewoon speel voor de lol. Ja, maar dat is altijd zo.
Dat is wel kut. Er zit nog steeds politie in mijn huis trouwens. In je huis? Ja. Hoezo in je huis? Ze wouden een gesprek met mijn moeder. Heeft je moeder katten lopen trappen? Nee. Eenden. Oh. Dat wil zeggen, ik wou... Weet je dat naar de politie bellen zonder reden strafbaar is? Nou, dat was zeker niet zonder reden. Daar wordt het care package gedropt. Laten we daarin lopen. Oké, okay, nou, jongens, dierenmishandeling is echt... Daar moet je echt... Als je dat doet, dan ben je echt gewoon heel zielig. Ja. Er staat 5 jaar gevangenisstraf staat erop. Dus... Dat is uit mijn hoofd. Volgens mij een jaar. Vijf jaar. Dieren kunnen zich niet verdedigen, zoals eenden dan. Dit is al geloed. Katten ook niet echt. Honden, die bijten misschien. Maar dan nog. Honden maak je gewoon dood, hoor. Twee. Pitbull? Het is gewoon eens tegen een pitbull eigenlijk, dat je niet meer na kan vertellen. Zo moet je gaan redden. Er ligt wel een care package, Noord-Noordwest. Wat denk je waar we aan het heen rennen zijn? Oh, ja, dat weet ik niet. Naar Noord-Noordwest, naar die care package die daar gedropt gaat worden. Okay. Die gaan wij pakken. Ja, jij hebt wel actie, dus dan... Daar gaat iedereen heen, weet je, dus dat is leuk. Mag ik nog over je één keer healen? Ja hoor. Wat boorrennen. Voor mij mag je healen. Ik zeg niet dat ik op je ga wachten. Wauw. Het is goed om een beetje afstand te hebben tussen de persoon voor je en achter je. Dat heb je toch geleerd bij FIFA ook wel. Ja. Ja, dat werkt wel hoor. Ja, anders word je door je teammate in je nek geschoten. Nee, niet alleen dat, maar gewoon die afstand tussen elkaar in, word je moeilijker gespot. En je wordt niet door je teammate neergeschoten. Ja, maar daarvoor doen ze het. Die afstand is er gewoon zodat je gewoon veiliger bent. Want als eentje wordt geschoten, krijg je geen collateral damage tenminste, snap je? Mm-hmm. Daarvoor is dat. Ja. Wat is hier contact left! Contact left! Erg rustig zo. Ze zijn bang voor ons. Het is te rustig. Of niet liquid. Er zijn nog 20 mensen over, hè? Dat is altijd zo. Dan heb je die echt gewoon, het is veel te rustig. En dan 10 seconden later ben ik dood. En dan, Waar ben jij dan, Liquido? Top, pak 18. Zit er nu een H5. Nou, zit op de Spence Hill. Wat zei je? Moet je nog wat hebben? Wat bedoel je? Kogels. Ah, ik heb 341 kogels voor mijn AR, dus. Moet je Molotov hebben? Ik heb een Molotov. Ga je wel een beetje mee heen kijken? Moet je nog een beetje drugs kopen? Wat? Ja, je zegt zo, moet je dit nog hebben? Moet je dat nog hebben? Moet je een beetje drugs kopen of zo? Er zijn nog 2 auto's. Noordwest. Oké. Laten we gewoon boven de berg zijn. Boven op de berg zijn. Politieauto. Politie zit in je huis, Liquid. De dikke crimineel die je bent. Ja, dat klopt. Dus waar verdenken ze je nou weer van? Oh ja, what the fuck. Daar boven op de berg staan auto's. Ja, ik wil niet alleen maar poep. Oh, ze gaan nu weg. Auto. Wat? Huh? Hoe dan? Dit is echt zulke bullshit? Liquid, eerlijk. Joey? Ja? Jij hebt mij vermoord. Hoezo, ik heb jou vermoord? Ik schoot op hem! Killer J killed you with an AR-15. Wauw, bullshit. Nou ja, sorry. Dat is dus over die vuurlijn waar ik het dus de hele tijd over had, Liquid. Nou ja, iedereen in ieder geval super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval wel super gaaf om te doen. Samen met Liquid en hoe heet die andere guy nog maar? Donovan! En shout-out naar jou, Donovan. Ook bedankt voor het helpen met de teamspeak en zo. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Vergeet hem natuurlijk niet even te liken in de reacties. Laten weten wat je ervan vond. En te abonneren natuurlijk, als je nog niet geabonneerd bent. En mij te volgen op social media, Twitter, Facebook en Instagram. Ik weet dat het is een hele opdrachtlijst. Maar voer hem even uit, dan ben je echt awesome. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Iedereen super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.